Een incontinentiebroekje maakt zelfstandige toiletgang langer mogelijk, want het gaat aan en uit zoals gewoon ondergoed. Ook kan je het verwijderen door de zijnaden los te scheuren. Broek of panty hoeft dan niet meer uitgetrokken te worden. Je hebt wel een heupbandsysteem nodig om te voorkomen dat de broek of panty toch nog uitgetrokken moet worden. Het is belangrijk dat de opsta- en zitbeweging voor de cliënt veilig verloopt. Bij het gaan zitten moet de cliënt goed voor het toilet staan en met de achterkant van de benen de rand van het toilet voelen. Zorg dat de rollator op de rem staat. Maak de broek los en laat hem een beetje omlaag zakken. Draai de stof van de broek iets om zichzelf, zodat hij niet op de grond glijdt. Daarna volgt het incontinentiebroekje. Vervolgens buigt de cliënt met de neus naar de knieën, pakt de armsteunen en gaat zitten. Pas op dat de broek niet naar beneden valt. Voorkom dit met een kledingknijper of met een klittenbandje om de broekspijp. Zorg dat de cliënt goed bij het toiletpapier en het alarm kan. Bij het opstaan zet de cliënt de voeten stevig op de grond en liefst recht onder de knieën. Vervolgens buigt de cliënt langzaam naar voren en pas daarna omhoog door zich op te drukken op de armsteunen. Tot slot wordt stap voor stap overgepakt naar de rollator. Als de cliënt niet zelf de broek veilig kan sluiten, help je daarbij. Bij een elastische tailleband is die hulp minder snel nodig.